Je zegt vaak dat je dit seizoen een heel jong team hebt. Jong elftal met jong spelers. Wat moet je als trainer dan extra doen om die jongens iets bij te brengen? Ja, je hoeft daarin niet zozeer extra dingen te doen. Hè. Het is meer, kijk, zoals nu ook, hè, je ziet jongens wat langer op het veld blijven, extra dingen doen. Jongens moeten in zichzelf investeren. Nou, daarin hebben ze ons nodig. Hè. Dus we trainen ook wat meer. En zeker met die jonge jongens zijn we echt bezig met hun ontwikkeling ook. Uiteindelijk moeten ze ook beter worden door gewoon wedstrijden te spelen. En moet het ook niet steeds een excuus worden of zo. Hè. Het feit is nou eenmaal dat we jong elftal hebben. Nou, dat moet in de komende jaren natuurlijk ervaring gaan krijgen. Door wedstrijden te spelen, maar ook door jongens in het veld die hun daarin sturen. Dus dat is een beetje een mix van allerlei dingen. Anthony, 2 goals in 2 wedstrijden. Ik denk dat jij het verwacht had voor het seizoen, of wel? Nee, ja, ik had het eigenlijk ook niet zo verwacht. Ja, wat ik eigenlijk wilde is gewoon belangrijk zijn voor het team, maar vooral mijn taken uitvoeren. En ik weet dat het gaat komen, dat ik doelpunt ga maken. Maar niet dat het ook zo snel ging in één keer. Je bent je seizoen begonnen met 1 punt uit 2 wedstrijden. Op papier klinkt dat niet heel goed. Wat heb jij in wedstrijden gezien waar je wel mee verder kan? Nou, in beide wedstrijden hebben we wel gezien een team wat in ieder geval niet de moed opgeeft. En wel gaat blijven werken voor een eventueel resultaat. Nou, tegen Ajax leverde dat kans op en uiteindelijk een goal. Nou, tegen Eindhoven hebben we daarin niet zoveel kansen gehad. Maar wel een team gezien wat tot het einde is blijven strijden tot iets beters. Dus dat is wel goed en die dynamiek zit in de groep wel goed. Alleen uiteindelijk wil je daarin wat meer punten uiteindelijk. 2 basisplaatsen. In het begin tegen Eindhoven speelde je een dik uur. Maandag speelde je 90 lange minuten. Hoe fit voel jij je? Ja, natuurlijk is het de eerste keer dat ik zoveel wedstrijden kort erop heb. Maar ik ben nu wel gewoon fit. Fit genoeg om de wedstrijd te spelen morgen. Dus ik voel me goed. Je hebt de 2 wedstrijden al redelijk als spelers gebruikt. Zo Kloos en Augustus met spelers die komen en gaan. Heb je al een beetje een idee van wat je basiself moet zijn? Nou, dat had niet zozeer te maken met komen en gaan van wedstrijden of van spelers. Dat had meer te maken met blessures en in het geval van Sven de geboorte van zijn dochter. Dus daar zaten wat wisselingen in. Goed, wat dat betreft is het nog 2 weken en kan er nog van alles gebeuren. En daarin kijk je gewoon nu wat we beschikbaar hebben, iedereen. En daar maken we een opstelling uit. Maandag in de laatste minuut het eerste punt van het seizoen gepakt. Dat wordt ook een heel ontlading gegeven met het team. Ja, zeker. Want dat was echt een zwaar bevochten wedstrijd. En zo zie je maar weer dat je met 2-1 voorsprong. En ik moest eigenlijk zelf de 3-1 maken. Maar uiteindelijk toch, na die redding van Matthijs, dat we uiteindelijk toch nog terugkwamen in de wedstrijd. Ja, dat was wel mooi. En zeker in zo'n wedstrijd, dat we echt gewoon een punt verdiend, zeg maar. Dan naar Roda. Ja, daar weet je van, die final verloren van Volendam, dat is in een slechte fase. Komt dat voor jullie goed of juist niet? Ja, slechte fase, weet ik niet. Ze hebben de eerste wedstrijd gelijk gespeeld tegen Almere. Want ik vind Almere een hele goede ploeg. Dus fase 1 wedstrijd verloren. Zij zullen daarin ook hun leermomenten hebben gehad. Dus of dat op tijd komt, dat weet je pas achteraf. Hè. Dus ik denk dat Roda een beetje in hetzelfde schuitje zit als wij. Hè. Natuurlijk een club die uit de Eredivisie gedegradeerd is. Financieel is daar ook het een en ander gebeurd. Een overname qua club. Dus daarin ook wel zichtbaar in de selectie, waarin wat meer eigen jongens zijn gaan komen en wat minder geroutineerde jongens. Dus ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is. Ja, ze hebben ook 2 wedstrijden en 1 punt. Dus we moeten echt erop klappen. We moeten zorgen dat we daar echt als team komen, net als bij Ajax. En dat we daar gewoon onze eerste winst boeken. We nemen wel het goede gevoel van Ajax nemen we mee. Hè? In de zin van, we hebben tot de laatste moment gestreden voor een punt. Dan haal je een punt bij Jong Ajax, wat niet veel clubs gaan doen, denk ik. Punten halen in Amsterdam. Nou, uiteindelijk willen we dat natuurlijk wel doortrekken naar Roda. En we zien wel kansen, alleen we moeten daarin wel gewoon realistisch blijven. En zeker Roda niet onderschatten. Goed, succes, dankjewel. Dankjewel.